De familie van de overledene kunstenaar Erwin de Vries heeft in verband met zijn 90ste geboortedag een eendaagse kop-expositie gehouden. Deze is afgelopen zaterdag georganiseerd in zijn huis aan de Anton Drachtenweg. Met deze expo wil familie de Vries de kunstenaar eren en zijn nalatenschap levend houden. Gudrun de Vries, dochter van Erwin de Vries, zegt dat de expo ook als doel had kunstgeïnteresseerden een deel van de werken van haar vader te laten kopen of in bruikleen te nemen. De Vries vertelt over haar vader en legt uit waarom een deel van de kunstcollectie wordt verkocht. Hij was een hele goede, zorgzame vader. Hij heeft altijd heel goed voor ons gezorgd. En ja, we missen hem natuurlijk daardoor ook heel erg. Het was natuurlijk wel een oude vader, want hij was 50 toen ik geboren werd. Maar dat heeft niks uit mogen maken. En het is de bedoeling ook om musea en mensen voor privécollecties de gelegenheid te geven om te kopen. En er is ook een website. En daar kun je ook werk aankopen via de website. Dus het is ja, deels om hem levend te houden, maar ook om mensen de gelegenheid te geven om te kopen. Want ja, hij heeft heel veel werken gemaakt en wij kunnen dat ook niet allemaal bewaren. En, het is, ik denk dat zolang het in huiskamers en kantoren hangt, dat het dan beter tot zijn recht komt. Op de eendaagse expo is ook bekendgemaakt dat er een biografie van Erwin de Vries geschreven zal worden. Dit zal gedaan worden door Hanneke Oosterhof, cultuurhistoricus, die het leven van de kunstenaar een hele poos in de gaten heeft gehouden. Erwin was echter al vanaf de jaren 50 in beeld als kunstenaar, zowel in Nederland als in Suriname en daarbuiten. Maar daar kom ik pas later achter. Voor mij waren de tentoonstellingen in het Stedelijk Museum Amsterdam in 1996 over 20 jaar Surinaamse kunst en in 1998 de solo-tentoonstelling van Erwin een eye-opener. Vanaf toen wilde ik meer weten over deze kunstenaar en ging mij in zijn werk verdiepen. Wat mij aantrekt in zijn expressieve tekeningen en schilderijen zijn de warme kleuren, de beweging en de vloeiende lijnvoering. Maar ook de verbeelde menselijke figuren, vooral die van de vrouw, die hij met een diepe intensiteit blootgeeft. Ik raakte ook onder de indruk van zijn beelden, zoals abstracte composities, verwijzend naar erotiek en het menselijk lichaam die in Amsterdam staan. Cultuurhistoricus Hanneke Oosterhof. Ze zal een biografie over de overleden kunstenaar Erwin de Vries schrijven. Dit is bekendgemaakt tijdens de eendaagse expo in verband met de geboortedag van de overleden kunstenaar Erwin de Vries op zaterdag 21 december.